Yes guys, what's up? Ik heb weer een gloednieuwe training voor je gemaakt. En eigenlijk hoe jij een productomschrijving kan gaan maken, zodat je goed kan verkopen op Bol. Nou, waar helpt deze productomschrijving je bij? Dat je een hoger conversiepercentage krijgt. Nou, wat wil dat eigenlijk zeggen? Stel je voor, je hebt een conversiepercentage van 10, wat extreem hoog is. Dat betekent dat 1 op de 10 bezoekers, of in ieder geval, sorry, 10 op de 100 bezoekers of 1 op de 10 bezoekers een aankoop doen. En het gemiddelde is vaak 2%, maar omdat we op Bol verkopen, hebben we vaak al meer trust van de klant, meer vertrouwen. Dus richten we echt richting 5 tot 8. En hoe kan je dat nou precies doen? En dat is vandaag wat ik je ga vertellen. Ik heb het opgesplitst in twee delen. Wat is de template en een real life voorbeeld, zodat jij ook weet van hey, hoe moet ik het doen en wat is een voorbeeld daarbij? Nou, ik zal even wat algemene regels met je doornemen. Het vermijden van het gebruik van korte zinnen. Uiteindelijk wil je verwijzen naar je product met een naam om de waargenomen waarde van het item te verhogen. Dus de productnaam. Geef het een mooie productnaam. Echt iets bijzonders. En vermijd directe verwijzingen zoals u, ons, onze, uw, je, geen mensen aanspreken. Je wil ook geen vragen stellen of hebben omdat het overkomt als een gesprek. Je bent een groot merk dat professioneel praat en de coole pijnpunten laat zien, evenals de coole aspecten van het product. Oké, als je een review hebt, kan je deze als testimonial recensie gebruiken. Nou, de recensie moet dus gaan over de voordelen van het product. Niet te lang, ook niet te kort. Daarbij doe je 5 gouden sterren als je 5 sterren review hebt gedaan en de auteursnaam en daaronder geverifieerde aankoop. Oké? Gaan we gelijk door naar de pitch. En het zijn 3 tot 5 zinnen. Hierin introduceer je dus het product in de eerste zin, wat is het product? In de tweede zin leg je uit hoe het werkt, het belangrijkste doel of de belangrijkste voordelen van het product. In zin 3 benadruk je het resultaat slash de verbetering van de levenskwaliteit. Oké? Zodra je dat hebt gedaan, die 3 tot 5 zinnen en de review, gaan we door naar de voordelen. Die bestaan uit 5 tot 8 voordelen die het product biedt. En voordelen zijn heel anders dan kenmerken. Voordeel is een emotie en een eigenschap is logica. Gebruik hierbij vetgedrukte hoofdletters bij het schrijven van deze voordelen. Gebruik geen negatieve tekst in de voordelenselectie, inclusief onze voordelennamen. Probeer ook een consistente lengte te hebben over alle voordelen, dus zorg dat ze allemaal ongeveer even lang zijn. Elk voordeel moet uiteindelijk 2 zinnen hebben. Zin 1 benadrukt een kenmerk van het product en zin 2 legt het voordeel van die eigenschap uit. Oké? Hoe te gebruiken? Gebruik een video als dat mogelijk is. En de best volgende als je die niet hebt, is een afbeelding. Als video en afbeelding allebei niet mogelijk zijn, gebruik dan een tekst. En dit gedeelte verschijnt alleen voor complexe producten. Dus moeilijk te gebruiken. Oké? Gaan we door naar relateerbaar verhaal. En deze gaat er eigenlijk voor zorgen van, hey, ik moet even zo werken. Het is eigenlijk precies hetzelfde als het eerste stuk. Dat is een alinea met 3 tot 5 zinnen. Alleen dan het positieve gedeelte. Dus zin 1 bevestigt dat dit het perfecte product is voor onze klant. Zin 2 legt uit hoe het werkt. Zin 3 gebruikt een laatste aantrekkelijke zin die de verbeterde levenskwaliteit benadrukt van het product. Geschreven in een reclamestijl om een blijvende indruk achter te laten bij je klant. Videotestimonial kan je eventueel toevoegen aan je productfoto's, niet aan je omschrijving. Is ook optioneel. Het zijn dus montage van clips van hoge kwaliteit van klanten die over jouw product spreken. Je kan eventueel specificaties doen, zoals afmetingen, voltage, etc. als dat nodig is. En de inhoud van de verpakking. Oké? Optioneel gedeelte. Van de inhoud, alleen als het product uit meerdere artikelen bestaat die moeten worden verzonden uiteindelijk. Oké? En dat is de hele productomschrijving template. En dan heb ik hierbij nog een voorbeeld voor je die ik even met je ga bespreken. Oké? Nou, eventueel positieve review die je hebt verzameld van het product, met de naam eronder en geverifieerde verkoper onder. Oké? Nou, de Heartbaker is een product, heeft een uniek vlinderslotontwerp dat ervoor zorgt dat elke oorbel rechtop op het oor zit, waardoor vervorming wordt voorkomen. Elke Heartbreaker bouwt vertrouwen op door een belofte van uitzonderlijke kwaliteit en onbetwistbare veiligheid. Ervaar de geneugten van een gewichtloze draagervaring, terwijl je tijdloze oorstukjes beschermt. Oké? Nou, dit is dus die pitch, positieve gedeelte. En dan kom je naar redenen waarom de Heartbreaker jouw leven zal veranderen. 4 tot 6 voordelen. Dan komen we bij een instant boost. Met de Heartbreaker worden alle maten en soorten oorbellen precies omhoog gebracht om een onberispelijk accent te geven. Verhoog elke avond een ensemble met vertrouwen en klasse met behoud van de delicatuur oorstructuur. Nou, zoals je ziet, hier positieve woorden doen we dik gedrukt. Dat doen we ook bij de voordelen. Dit doe je in caps lock. Zo gaan we verder. Butterfly Soul Design, een prachtig uurwerk verdient om 24/7 beveiligd te zijn en voor het leven bewaard te worden. Van oorstekkers tot oorringen, de Butterfly Lock Technologie van de Heartbreaker klemt zich vast om de oorbellen de ultieme steun te geven. Elke keer weer. Oké? Gaan we weer door. Je ziet ook dat ze allemaal even lang zijn. Refit Technology, laser gesneden, precisie op Tiberan Silver, creëert absolute
Refire Technology ontworpen om te passen door piercings van alle vormen en maten. De extra pushback van de rugsteun doet wonderen, zelfs voor eerder slecht uitgevoerde piercings. Wonderen, positief woord. En dan hebben we nog twee laatste voordelen die ik eventjes niet ga benoemen, want het komt steeds op hetzelfde neer. Okay. Hoe te gebruiken is optioneel. Verwijder de originele bekker van je oorbel. Plaats de hardbreaker aan de achterkant van je oorbel. En geniet van een eenvoudige maar moeiteloze lift voor elke oorbel. Okay. Komen we dan nog bij de relatable story. Met de hardbreaker haal je diep adem en slaak je een zucht van verlichting, omdat je geen last meer hebt van hangende oren. De hardbreaker lift er meer dan alleen de oorlel. Het biedt een onmiddellijke gemoedsrust in een veilige en comfortabele draagervaring. Geniet van nieuw gevonden zelfvertrouwen met prachtige oorbel die moeiteloos passen en elke look complementeren. Heb ik hier nog wat productspecificaties bij staan en het pakket bevat, oké? Dus dit was eigenlijk een heel voorbeeld van een productomschrijving. Ik wens je super veel succes met jouw productomschrijving op Bol en alle sales die je op Bol kan gaan maken. En dan zie ik je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.